Ik ben nu onderweg naar de Slingerlandstraat in Amsterdam. En hier zit gewoon zo'n classic kringloopwinkel, Rattaplan. Wij hebben ze 3 filialen. Het mannetje komt daar nog even door. En ik ga even kijken wat ze hier hebben. Het is wel veel kleiner dan waar ik de afgelopen keren was. Maar ik heb heel erg zin om even te gaan kijken. Hij is wel €40. Dus dan weten zij ook wel dat het een mooi dingetje is. Het is wel echt. Ik vind dit toch wel lekker als je een hele set in hetzelfde hebt. 20 set. Wat is dit, een commode? Beneden zijn dus waar je binnenkomt zijn eerste meubels. Ha, groot ding hè. €10. Ik heb eigenlijk nog geen mooie fruitschaal. Wel 3 lelijke, maar niet 1 mooie. Ja. Ik denk dat deze wel wil. Ja, mooie schaal. Die is echt goed. Die is echt schitterend. Wat kost deze? Maar ik weet niet of mijn huis groot genoeg is. Dan kun je buiten neerzetten ja. En de meloenen en de ja. Weet ik wat allemaal in. Ja, pompoenen in de winter. Ik zie het al helemaal voor. Ik die alvast bij u op de toonbank zetten. Dit is wel een heel mooi tafel. Leuk hè? Dit is heel oud, hè? Schuurwol. Ja, dit is wel volgens mij heel tof qua silhouet. Ziet er echt wel heel rijk uit. Heel groot van meet. Oh, ja, dit is een jokermus. Heel even aan de andere kant kijken. Mooi dessert. Zijde nachtjapon. Ik denk niet dat ik daarin kom. Ik ga hem even over mijn t-shirt halen. Het is een heel mooi ding. Echt super jammer dat ik daar gewoon no way in kom. Deze rok vind ik dus ook interesting. Heel tof, vind ik dit. Ook qua lengte zie je het gewoon zo, met zo'n broekje. Oeh! Heel mooi. Het is een hele leuke trouwjurk. Deze mouwen vind ik geweldig. Sowieso vind ik bruidsjurken met lange mouwen tof.
Deze is 2,50, dus die doe ik. En het jasje is echt hol. Ik moet misschien andere knopen opzetten. Deze knoop vind ik een beetje tuttig. Al is die wel rijk, maar dat maakt het jasje wel een beetje gedateerd. Alleen kreeg je dat kalk eruit. Jasje en een badmat. Ze hebben heel veel echt oude dingen. Terwijl normaal kringloopwinkels meer spullen van nu hebben die ze dan weer terugbrengen en doorverkopen. En hier zag ik echt antieke en oude dingen. Dus dat is het voordeel. Het is iets kleiner, maar is wel echt bijzondere stuks. Even, moet je een kaartje hebben? Ja. Tiekbus 700, design en retro. Ik kom hier binnen en ik zie alleen maar hele bijzondere items al. Hè? Ja. Het is echt een verzameling. Ja, ik kijk naar deze bijvoorbeeld, die vind ik geweldig. Ja, die is top. Maar dan moet ik wel even sparen en dan met een goed bedrag. Die kan niet elke dag komen. Nee, het is niet echt voor elke dag. Die heb ik al drie keer verhuurd. Het is zo'n mooi ding. Maar wij gaan even een rondje doen. Dit is wel mooi iets. En waar werd het voor gebruikt? Nou gewoon, dit is een decoratie. Ja, decoratie. Ja. Mooi hoor. Jaar 70, ja. Maar dit is een goed bewaard geheim. Want ik ben echt een liefhebber en ik wist hier niks van. 38 jaar. Ja, maar ik wist het niet. Ja, maar je bent nog hartstikke jong. Ja, dat kan nog komen, ja. Dus met smaak ontwikkel, ja. Het is ook goed voor winkels en restaurants en zo, hè. Ja, dat ze hier hun nieuwe projecten mee in kunnen richten. Dat vind ik ook een mooie. Hoe heet die ook weer? Breuien. Marcel Breuien. Als je de echte hebt... Dit is geen echte. Nou, het is dit zijn allemaal kopieën. Ja. De echte breng je 20, 30 euro. Duizend. Oh. Oh, dit is mooi. Prachtig dit. Een heel klein tafeltje natuurlijk. Wel echt met dat mooie steen. Maar die is maar 45 euro. Wat kost deze? 8 euro. Ja. Dat is een mooie ja, kleurencombinatie. Ja, dat vind ik ook dan. En het is niet te duur. Nee. Een mooi ding. Ik zocht ook nog iets waar ik kaarsjes op kan zetten. Dit is het voor periode. Dit is uit de 20 jaar. Ja, hè? Hier dus van de verschrikkelijk mooie dingen. Hier kan echt iedereen naartoe sturen, maar de prijzen liggen ook wel iets hoger. Niet te hoog, dus het is geen echte antiekwinkel, maar het zit net tussen antiek en kringloop in eigenlijk qua prijzen. En ik weet gewoon niet eens waar ik moet kijken. Zoveel gave dingen staan hier. Eigenlijk is alles design. €60. Ja, echt zo'n mooi dingetje. Geinig, ook lekker dat het zo'n schuur is, weet je wel, gewoon zo'n lood. Deze twee schatjes. En kandelaars. Oeh, heel mooi. Die is denk ik 1 meter hoog. Die is 20. Ze hebben zoveel en het zijn allemaal van die statement pieces. Meer decoratief. Dit is ook mooi, hè? Een zeiltje. Dit heb ik gekocht, dus naar een kringloopwinkel hier in Amsterdam. Het
zit eigenlijk vlak bij het Westergasterrein. Maar goed, ik heb toch... het is loodzwaar door die schaal. Ik heb toch wat dingen gekocht. Ik ga het nu laten zien. Toen liep ik dus daarna naar de overkant. En Brian had gezegd dat aan de overkant dus een antiek loodsje zat. En dat zit daar dus inderdaad. En daar zie je dus ook beelden in het tweede stukje van mijn vlog. En dat is zo'n gaaf winkel. Ik moet zeggen dat dat zijn dingen die wat duurder zijn dan Kringloop. Dus daar zou ik dan eerder samen met Brian even naartoe gaan. Zodat we kunnen overleggen of je iets echt mooi genoeg vindt om wat meer aan uit te geven. Maar het stikt daarvan, design klassiekers, hele mooie retro en vintage stoeltjes. Er zaten ook betaalbare dingen tussen, maar ook hele pricey dingen. Maar ja, dan krijg je dus ook wel echt een speciaal stuk. Dus als je toch die kant op gaat, allebei tegelijk even pakken. Hier is deze rok. Deze was 5 euro. Ik vind het silhouet heel gaaf. Dat van die ophaaltjes heeft. Hier wel een beetje ruim. Dan wordt het weer een beetje zo mermaid. Gewoon een kort iets. Ja, dus hier zit dat elastiek. Dus ik wil niet altijd die witte laarsjes aandoen, maar eigenlijk is dit dus ook heel leuk met die witte laarsjes. En dan dit blazertje. Het is helemaal van schuurwol. Dus ik voel ook en ik zie ook dat dit een oud jasje is. Hij heeft zo'n soort van diepe, lage kraag. Ja, wat ik al zei, ik vind die knopen niet zo cool. Maakt een beetje bejaard. Hij heeft dus hele korte mouwen. Ik denk wel dat het zo bedoeld was, die mouwen, zo kort. Dit kan ook nog dicht, maar ik denk dat ik het toffer vind om zo een beetje die A-lijn te doen. En nog 2 home deco's. Loodzwaar. Deze schaal. En die lijkt me dus heel fijn als fruitschaal. Want ik heb er nu één die ik niet mooi vind. Dat is meer een soort bord. En ik wil liever echt een schaal. En deze is een badmat van Meet. Dat is zo'n meubelwinkel. Tot de volgende!